Yo, what's up mensen? Nieuw gear en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op Minecraft Feed the Beast. En de vorige keer hadden we deze quarry gemaakt. En toen zei ik al, ik heb hem even uitgezet en dan gaan we de volgende keer verder. Want we gaan namelijk vandaag een heel handig en leuk systeempje maken. Om alles wat we niet gebruiken van de quarry, zoals dirt, cobblestone, sand, je kent al die troep ken je wel. Dat gaan we omzetten in scrap. Alleen ik had al een paar episodes geleden gezegd van dat gaan we niet redden met één recycler. Dus vandaar dat we er vandaag nog een stuk of 4 à 5 bij gaan maken. Dat gaan we even doen. En ik heb al wat voorbereidingen getroffen. Want ik dacht van als ik alles nog deze episode moet gaan maken, dan wordt het weer nachtwerk en weet ik veel wat voor werk. Dat moeten we allemaal niet hebben. Dus ik heb eventjes wat in de avond gemaakt. Ga ik nu allemaal gebruiken. Waar ga ik mee beginnen? Ik denk dat ik mag gewoon eerst eventjes het recept op gaan zoeken van een recycler. Laten we daarmee beginnen. Want daar hebben we nodig een compressor. Die maken we op deze manier met machine blocks. Dus we moeten eventjes kijken. Als we er 5 bij maken, moeten we dus 45 refined iron hebben. Die hebben we en dan moeten we stone hebben. Oké, dan gaan we even kijken hoeveel refined iron we nog hebben. Ergens in de... Oh, even kijken hoeveel... Wat zei ik nou dat ik nodig had? 5 keer... Wat heb ik 40 nodig? Ik heb er 40 nodig volgens mij. Dus ik heb hier precies genoeg aan. Tenminste niet precies, ongeveer. 1, 2, 3, 4, 5... Zo, die heb ik binnen. Dan de electronic circuits, die heb ik al gemaakt. En dan nog wat stone. Dat zit hier al in, hop. Oké. Zo. 5 compressors zijn binnen. Dat is mooi, even kijken. Wat moet er nog meer? Refined iron. Twee, daar hebben ze niet genoeg aan. Dus we moeten nog even wat iron in de oven gooien. Even snel. Zo. Oké, hebben we refined iron binnen. En dan kunnen we ze allemaal gaan maken, als ik het goed heb. Even kijken, dirt, dat heb ik in overmaat. Want ik was daar eventjes wezen mijnen. Dat heeft volgende opgeleverd best wel veel diamonds. Ik had volgens mij 17 diamonds, toen had ik in totaal 18 diamonds. Maar ik moest 1 diamond gebruiken voor mijn liquid tesseract. Ik heb er trouwens maar 1 nodig deze episode, vandaar dat ik hem 1 heb. Ja, wat hebben we nog meer gevonden? Heel veel iron, best wel wat goud. We hadden nog wat koper gevonden, maar dat zit nu inmiddels allemaal weer in de kopperkabels. Ik hoop dat ik genoeg heb trouwens. Ik heb allemaal koper er meteen weer in gestopt. Op deze 3 na. Ja, nou eigenlijk zit het er wel goed uit, denk ik zo. Ga even dirt pakken. Oké, dan kunnen we nu de recyclers gaan maken op de volgende manier. Tenminste, ik weet het eigenlijk niet in mijn hoofd. Zo. Dan daar die. Daar die find iron. En daarboven glowstone. Oké. En dan hebben we de 5. Dat is voor nu wel eventjes voldoende. Want ik kan ook nog degene die daar staat, kan ik eventjes meenemen. Deze. Nee. Zo. En die valt... Oh, meer deze nou weer. Ook alleen ik krijg dit voor elkaar, hè. Oké, we hebben de recyclers binnen, maar helaas zijn we er nog lang niet. Het volgende te gaan maken is een geothermal generator. Gelukkig maar eentje, we hoeven niet al te veel inspanning te leveren. In ieder geval, daar hebben we een iron furnace voor nodig. En een iron furnace maak je natuurlijk met 8 iron, die heb ik zojuist al eventjes snel gemaakt. En dan moeten we nu eventjes een battery gaan maken. Die maak ik het volgende manier, zo. Bovenaan een koppercable en in het midden opvullen met redstone als ik het goed heb, ja. En een battery, wat hebben we nog meer nodig? Refined iron, dat hebben we al. Zo, hebben we een generator. We moeten nog meer. Empty cell. Hoe maak ik dat ook weer? Volgens mij maak ik dat ook met tin. Volgens mij zo. En een can. Hoe maak ik een empty cell? Ja, toch wel met tin. Zo. Dan hebben we een empty cell. En dan wat glas erbij. Even kijken, moet ik eventjes wat glas hebben. En dan hebben we de geothermal generator. We hebben er maar eentje nodig gelukkig. Dus meer hoeven we niet te doen. Oké, we hebben geslapen. En het is nu tijd om eventjes... naar de quarry te gaan. Want ik heb alvast de ener chest hier weggehaald. Weet je, er stond hier een ener chest met een paar golden transport pipes. Die heb ik weggehaald. Want we gaan een ander systeempje in elkaar zetten dat hier totaal niet op lijkt. Ik ga eerst eventjes hier de grond uitbreiden en ben ik zo meteen terug. Zo, ik denk dat het voor nu wel genoeg is. Wat we allereerst eventjes gaan doen is, nou, we zetten helemaal gewoon hier geothermal generator neer. Dan doen we hierboven. Doen we even liquidux. Ik hoop dat het zo kan. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo geprobeerd, maar ik weet 100% zeker dat het kan. Oké, doen we hier de liquid tesseract. Want we willen hier natuurlijk lava in gaan hebben. Want een geothermal generator geeft energie voor dit soort machines, voor recyclers, door middel van lava. Dus we moeten hier eventjes lava in krijgen. Dat doen we natuurlijk door middel van deze liquid tesseract. Die zit hier bovenop. Als het gaat lukken, als ik goed ga springen. Waarom lukt het niet? Zo. Oké. En dan gaan we natuurlijk nog even de goede frequentie geven. Maar de frequentie van lava die is al bekend. Dat is namelijk 12. Die accepteren we. En er komt lava in. En deze geothermal generator gaat hier opvullen.
En vervolgens hierop vullen. En dan zie je dat er lava in zit. Oké, mooi. Nu kunnen we door middel van koppelkabels de energie hier uittrekken. En vervolgens doorvoeren naar de recyclers. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Oeps. Meen je deze nou weer? Even weghalen. Kom hier. Zo. Past dit? Past nog net niet. Dan moeten we hier nog eventjes een kabeltje langs maken. Zo. En er staan alle 6 recyclers op een rij. Oké. Nu willen we natuurlijk spullen vanaf de quarry naar de recyclers toe leiden. Dat doen we gewoon. Even kijken. Zo, zo. Zo. En dan moeten we hier eventjes een diamond pipe neerzetten. Dus dat, die setup die we nu bij mijn huis hebben staan, die moeten we eigenlijk precies hier nabootsen. Zo, we halen hier eventjes alles weg. Dag voor het pipe, jou heb ik niet meer nodig. Want we hebben nu dus een beter systeempje. Wat doen we met de energy chest? Die laten we hier nog eventjes staan. Want die gaan we zo meteen naar beneden toevoeren. En we gaan nu eigenlijk gewoon precies de setup die we net hadden, gaan we daar kopiëren. Dus dat doen we daar de diamond pipe. Lijkt me een goed idee. Even mijn jetpack aandoen. Zo. Doen we hier de diamond pipe. En even kijken hoe gaan we dit dan aanpakken. Even goed denken. Dan gaan we in ieder geval zo. Om het hier naartoe te leiden naar de recyclers. Want de recyclers moeten vanaf boven worden ingepoet met items. Het kan niet aan de andere kant. Het moet per se via de bovenkant. Zo. En dan kan je outputten via de achterkant. Of via de zijkant. Of via de andere zijkant. Ja, die kunnen wij natuurlijk niet bij. We kunnen natuurlijk niet bij de linkerkant van de generators. Dus wij moeten via de achterkant. Want dat is eigenlijk de enige plek waarbij we er overal bij kunnen. Even kijken, hebben we dan hier problemen mee? Dat zou best kunnen dat we hier problemen mee krijgen. Dus ik ga hem even voor de zekerheid andersom maken. Dan vermijden we in ieder geval die problemen. Zo. Die omhoog. En zo. Perfect. Dan komen hier dus de wooden transport pipes. Want ja, iedereen weet wel. Zo langzamerhand wooden transport pipes zijn om items uit dingen te trekken. Dus die maken we zo. Oh, moet ik natuurlijk niet afvallen. Zo. Die zijn nu allemaal goed. Alleen het enige wat we natuurlijk nog nodig hebben is een gate. Want die gate gaat ervoor zorgen dat we die dingen gewoon altijd eruit trekken. Wanneer er iets in zit dat er meteen uitgetrokken wordt. Dus we moeten eventjes 2, 4, 6 gates hebben. Die gaan we zo maken. We gaan eerst eventjes dit naar boven trekken. Zo. Want hierboven komt natuurlijk de ender chest. Heb ik die bij me? Ja, die heb ik hier bij me. Zo. Want alle items die niet in de recyclers is hoeven. Dus bijvoorbeeld dingen als diamond, als gold, als iron, al dat soort dingen. Die moeten direct naar de ender chest toegevoerd worden. Dus dat is de witte kant. Dus die moeten we leeg laten. Even kijken. De witte kant moet leeg. En alleen de blauwe kant. Die moet dingen als dirt bevatten. Zelf als dirt erin. Dan kan ik het zometeen snel erin zetten. Dan gaan we even eerst deze pijp opvullen met cobblestone. Met sand. Oké, eindelijk klaar. Gates maken duurt echt fucking lang. Ik heb er echt een hekel aan. Maar in ieder geval. We hebben nu dus 6 torch gates. En die kunnen we daar neer gaan zetten. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nog eventjes een ander soort pipe maken. Een pipe die we dit seizoen nog niet gebruikt hebben. Eigenlijk best wel een hele handige pijp voor de prijs. We gaan hebben het hier namelijk over gewoon over de iron pipe. En een iron pipe, laten we zo meteen eventjes zien. Dan heb ik eerst eventjes glas en hoeveel zal ik hem maken? Ja, ik heb hier wel genoeg aan. En een iron pipe, zal ik eventjes neerzetten. Dan kan je het beter zien. Dat is eigenlijk een soort pipe die een interface hebt. Maar niet echt een interface die opent. Nee, je kan zeg maar de kant waar hij niet meer doorheen kan transporteren, kan je veranderen. Dus op dit moment kan hij eigenlijk alleen maar items, even kijken, zo transporteren. Maar dan kunnen de items niet zo door terug. Deze kant kan dus alleen maar outputten, maar niet meer inputten. Super handig dus. Vooral voor ons quarry. Want dat is eigenlijk precies hetgene wat we willen. Even kijken, wordt het al bijna donker? Ja, dan moeten we even opschieten. Eerst eventjes al die gates erop zetten. Zo, 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 hop. Klaar. Gaan we ze eventjes allemaal een impuls geven. Dat die altijd aanstaat. Zo. Zo. Heb ik de vorige episode ook al gebruikt. Op deze manier staan de pipes altijd aan. Want redstone signaal is off. Nou, er is helemaal geen redstone signaal, dus die is altijd off. Oké. Ho, ho, ho. Ja, zo. Oké, nu zijn ze allemaal aan. En nu kunnen we gaan beginnen met het connecten ervan. Even kijken als ik een beetje stil kan staan. Weet je, we gaan eerst even slapen. Dat is wat veiliger denk ik. En dan kom ik zo meteen terug.
Oké, het is weer dag. We gaan alles aansluiten. We gaan de iron pipes aansluiten, zoals ik net al had gezegd. Even kijken, hoe kom ik er goed bij? Ik heb er weer best wel een troep van gemaakt. Tenminste, geen troep, maar best wel krap. Wacht, dit moet hier niet. Dit bedoel ik dus, alles is fucking krap. Zo, zo, zo. Moet ik er helemaal omheen. Zo, en dan doen we hier nog eentje. Hier plaatsen we eventjes dirt onder. Zo. Mooi. Nu gaan we eventjes de kant bepalen welke kant ze op gaan. Want kijk, die kant op is niet handig omdat we dan echt in een knoop komen. Ik ga hem gewoon buitenom doen. Dat betekent dus dat we de kant van het connecten... Even kijken. Zo. Nu kan het er wel outputten, maar kan het niet terug. Mooi. Kijk, want nu kunnen de items er wel zo doorheen. Maar kunnen de items niet zo weer terug. Want dat zou natuurlijk, als we deze pipes niet van iron zouden maken, maar bijvoorbeeld gewoon van gold. Dan zou, zodra er een item hier doorheen komt, zou die zo kunnen gaan... Maar ook zo kunnen gaan. Dus dat is gewoon compleet random hoe die dan gaat. Maar we willen natuurlijk niet dat hij deze kant op gaat. Want ja, hier is helemaal niks. Hier kan hij niks. Hier gaat hij weer terug de recycler. Dat kan helemaal niet. Dus eigenlijk is het nu gewoon zaak om elke kant naar links toe te outputten. Zo. Dit is echt een belangrijk punt. Waarom gaat dit niet? Nee. Och, waarom gaat het nou niet zo? Deze moet gewoon zo. En dan moeten we hier gaan connecten. Hier gaan we gewoon weer gold transport pipes, want hier komt alles gewoon weer. Nee, oh, ik haat die jetpack soms echt, jongens. Zo. Zo, met deze hoeveelheid moeten we genoeg hebben. En dan kunnen we het afmaken. Zo, dan trekken we het hier nog eventjes door. Vanaf de ender chest. Naar die kant toe. Zo. En dan zal ik nog eventjes snel het systeempje uitleggen. Die quarry gaat dingen... Minen, die komen hierin, die gaan zo doorheen, die komen bij de diamond pipe. Dan hebben ze hier de keuze. Als het dirt, cobblestone of een of ander junk is, zal het blauwe pad kiezen. Dan komt het hier in de recyclers. De recyclers verwerken het, de gates trekken het hieruit. Vervolgens gaat het via de iron pipes, gaat het hier naartoe en komt het alsnog in de vorm van scrap hier in de chest. Oké, er is ook nog een andere mogelijkheid, namelijk als het gewoon diamond is of... Ik zeg maar wat iron of gold, dan gaat er gewoon direct een chest in. Dus we hebben nu twee inputs voor de chest eigenlijk. Ik denk dat dit zo goed gaat werken. Ik zal nog eventjes voor de zekerheid controleren of alle kanten van de iron pipes goed staan. Even kijken, ik moet dit ook nog eventjes goed zetten. Want het mag alleen hier outputten. En het mag niet terug, ook al kan het niet terug vanaf deze manier. Maar ja, maakt niet uit, we doen het gewoon voor de zekerheid. Even kijken, die staat goed, die staat goed, die staat goed, die staat goed en die staat goed. Ja, oké, alles klopt. Dan moeten we nu de andere kant gaan verwerken, namelijk de andere kant van de chest. Want de chest gaat natuurlijk ergens naartoe inputten. Dat is namelijk naar mijn basis. Dus daar gaan we eventjes een leuk systeempje op zetten. Ik ben zo meteen weer jullie terug. Oké, we zijn weer terug bij de basis. En ik ga eerst eventjes deze ender chest weghakken. Want die gaan we hier niet meer neerzetten. Die komt nu onder het gebouw. Want deze ender chest gaat communiceren met mijn MI systeem. En hoe gaan we dat nou doen? Nou... We gaan de ender chest gewoon beneden plaatsen. We zullen hem neerzetten. Waar gaat hij geen troep veroorzaken? Nou, ik denk dat we hem gewoon dichtbij doen. Gewoon hier. En dan moeten we eigenlijk nog één ding doen. We moeten namelijk een item gaan maken. Waardoor de items van de chest in mijn MI systeem kunnen komen. Dat kan niet door middel van transport pipes. Want kijk, die dingen zullen niet connecten met mijn MI systeem. Dat is dus best wel zonde. Volgens mij connecten ze alleen hiermee. Maar dan zullen de items direct weer worden uitgespuugd. Want kijk, hij kan het hier nergens kwijt. Hij kan het niet hierin of hierin ergens doen. Dit werkt dus niet. Dus we hebben speciale apparatuur nodig voor dit. Dat komt hier in de vorm van... Pam, 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 pam. Even kijken, waar staat die? Hier. De ME Basic Import Bus. Je maakt het op de volgende manier. Met een sticky piston. Die is niet heel moeilijk te maken natuurlijk. Kan je met rubber doen. Met een ME interface, met een ME cable, die heb ik nog. En dit ding heb ik al vast van tevoren gemaakt voor de episode. Want ik dacht van anders ben ik weer hier wel een half uur mee bezig. Heb ik ook geen zin in. Dus ik heb een best wel goede voorbereiding getroffen voor deze episode. En verder is hij gewoon goed te maken. Dat gaan we eventjes snel doen. Oké, dan gaan we dit eventjes in sneltreinvaart doen. Eventjes snel een piston maken. Zo, hier die en dan onder een redstone. Zo. Dan combineren we de piston met de raw rubber tot een sticky piston. Dan hebben we die sticky piston. Dan hebben we vervolgens dit nodig. Hiervoor hebben we een conversion matrix nodig. Als jullie niet meer weten hoe het moet. Jullie kunnen die in de episode even terugkijken. Dat ik heel veel van deze dingen maak. Ik werd er echt helemaal gestoord van. En ik werd echt best wel kwaad dat ik er nog zo'n ding nodig had nu. Maar goed.
Ik heb het allemaal en het zit hier ergens in een chest. Waar heb ik het nou gedaan? Hier. En daar. Zo. Gelukkig hebben we die. Hebben we nu geen problemen mee. Even kijken of ik wel de goede maak. Ja. Dan heb ik dit nodig. 3 glas. 4 iron. Een conversion matrix. En een Emmy cable. Zo. En dan hebben we deze Emmy interface. Vervolgens combineren we de Emmy interface met de sticky piston en de iron. En opnieuw een Emmy cable. En dan hebben we deze Emmy basic import bus. Oké. En deze Emmy basic import bus gaat dus een beetje functioneren als een soort van wooden transport pipe en een gate erop. Alleen dan voor een Emmy systeem. We doen hem hier. Vervolgens doen we gewoon weg. Een MI-cable erop. Het maakt trouwens niet uit hoe je hem connect. Of je deze MI-cable nou bijvoorbeeld aan de controller connect. Of aan de drive connect. Of aan de bovenste ding connect. Als hij maar gewoon connect staat aan het systeem. Oké. En dan gaan we hem eventjes testen. Dan gaan we bijvoorbeeld eventjes. Nou, we zullen er deze rubber wood in gaan gooien. Lijkt me een goede test. Dus als het goed is. En ik gooi hier een rubber wood in. Zo, dan verdwijnt hij. Ja. En dan komt hij terecht in mijn MI-systeem aan de andere kant. Namelijk in mijn basis. Oh, frame rate erop. Waar is mijn MI-systeem? Daar. Ja, hij zit hier. De rubberwood. Dat betekent dus dat hij werkt. Ik hoop wel dat de basic import bus het gaat houden. Want ik denk wel dat hij mijn quarry aan kan. Moet makkelijk lukken. En dan staat het eigenlijk gewoon goed in verbinding. En dan kunnen we eigenlijk de quarry aanzetten. Want we hebben alles. De quarry kan gaan werken. Hij kan alles verwerken tot scrap. De scrap en de ores kunnen via de Ender Chest en de Basic Import Bus in mijn Emmy systeem komen. En alles werkt geloof ik gewoon. Ja, ik denk het wel. Dus we gaan maar gewoon even kijken hoe die het gaat doen. Oké, ik heb de quarry nog eventjes getest en hij doet het gewoon nog. Dan is het enige wat we nu nog moeten doen, deze Diamond Pipe programmeren. Want we hadden er al dirt in gestopt, maar we moeten er ook nog sand, gravel, cobblestone. Nou, dat is het eigenlijk wel. Ik kies er expres voor geen sandstone erin te doen. Omdat we sandstone nog wel kunnen gebruiken voor Towncraft. Dus nou, we gaan hem gewoon aanzetten. We gaan gewoon kijken wat hij gaat doen. Hij deed net 2 minuten geleden. Dus hij zal het nu nog steeds wel doen. Ja. En dan gaan we kijken hoe hij het gaat verwerken. Gaat rechtdoor. Komt in een recycler. Het is een beetje random in welke recycler die komt. Ja, nou dat ziet er goed uit. Dan gaan we eventjes wachten tot hij scrap gaat produceren. Dat zal zo meteen al zijn. Even kijken. Ja, daar komt de eerste scrap. En als het goed is gaat hij deze kant op. Ja, daar komt de andere scrap ook al. Het gaat niet heel snel op deze manier. Via de iron pipes. Maar zometeen als hij in de golden pipe komt zal het gaan versnellen. Hij gaat nu in de versnelling. Als het goed is. 3, 2, 1. Kabam. Nu gaat hij sneller. Hij gaat alsnog naar mijn chest. Komt hierin. En in mijn basis wordt de scrap gewoon weg in mijn ME systeem gepropt. Het lijkt goed gewoon te werken. Daar ben ik erg blij mee. Het ziet er best wel ingewikkeld uit op deze manier. Kijk, zo bekijkt is het best wel een ingewikkeld systeempje. Op zich is het ook wel een beetje een ingewikkeld systeempje, weet je wel. Het is nu niet meer, je zet een pulverizer en een furnace neer, je bent klaar. Nee, nu zie je echt dat dingen met elkaar gaan samenwerken. Maar dat vind ik altijd wel leuk om te zien. En ja, voor mij is nu eigenlijk alleen nog eventjes zaak om deze engine aan de praat te krijgen. Dat ga ik nog eventjes doen in de tussentijd en ben ik zo meteen bij jullie terug met het verwerken van al deze shit. Kijken hoe het in mijn basis eruit ziet. Als het goed is, doet dit nu. Even kijken. Oh, er moet nog even lava in. Dat ga ik eventjes doen. En als het goed is, doet hij het dan. Even kijken, waar is mijn bucket of lava? Die heb ik hier ook ergens laten. Hier zo, zo. En als het goed is, doet hij het dan. En doen ze het alle drie. En dan leveren ze dus 15 Minecraft fuels per tik. Zo. Yep. Hij lijkt het te doen. Binnen 5 seconden gaat hij waarschijnlijk beuken. Bam, daar gaat hij al. Lekker hoor. Het ziet er allemaal goed uit. Ik denk dat het allemaal werkt. Dan gaan we even kijken in de basis hoe het er daaruit ziet. Zo. Je ziet de scrap teller hier. Die zie je gewoon oplopen. Kijk hier. 34 scrap op dit moment. 35. En dan zie je deze teller eigenlijk gewoon oplopen. 36. Ja, het werkt gewoon allemaal. Dan wil ik alleen nog eventjes afwachten. Want zodra er hier oors in komen, gaat dit natuurlijk opvullen. En ik hoop wel dat ik genoeg storage ruimte heb. Ik ga even kijken hoe het er nu voor staat. Want dan zou ik eigenlijk nog een tweede drive moeten maken. Of een tweede storage moeten maken. Want kijk, die zit nu ongeveer op een vierde van wat die kan. Dus ja, ik denk dat ik er in de tussentijd eventjes nog wat in maak. Dat lijkt me wel zo handig, wel zo veilig. Anders gaat het misschien straks weer fout.
Eventjes tussendoor trouwens. Ik heb er trouwens even twee MacMagic Engines bij gedaan. Want jullie weten nog wel van de vorige episode. Mijn MI-systeem knipperde en alle dingen deden vaag en zo. Maar het is nu opgelost. Gewoon een paar engines erbij toegevoegd. Nu levert deze meer Minecraft shields en ja, komt het power systeem niet in de problemen. Waaronder mijn MI-systeem. Oké, nou, de quarry werkt nu. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want ja, het is toch altijd weer de vraag of alles goed aangesloten staat en of er geen foutjes in zitten. Nou, nee dus. De scrap is lekker aan het optellen. En nu is het eigenlijk gewoon wachten op UU Matter. En daarmee kunnen we quantum armor maken. En met het quantum armor kunnen we zo ontzettend veel. Dat willen jullie niet weten. Oké, we gaan eventjes wat anders doen. Want de quarry runt en wij kunnen er natuurlijk nu gewoon wat anders gaan doen. Voor ik ga afsluiten wil ik nog eventjes een item gaan upgraden voor jullie. Jullie kennen het wel, de Miner's Backpack. De Miner's Backpack heeft op dit moment 15 slots. Dus als ik lekker aan het minen ben, biedt het me gewoon extra inventory. Maar het is tijd om deze Miner's Backpack te gaan upgraden. En dit kunnen we doen door middel van de bijtjes. En ik heb dit al afgelopen dag heb ik eigenlijk een beetje in de gaten gehouden hoeveel Silk Wisps de bijen produceren. En we hebben genoeg. Want we moeten namelijk Silk Wisps hebben voor dit dingetje te upgraden. We gaan eens eventjes kijken. Nou, hoeveel Silk Wisps hebben we? We hebben ruim voldoende. En ik ga eventjes nog even snel laten zien hoe je zo'n Silk Wisp eigenlijk krijgt. Als het goed is, zit hierin. Samen met nog wat andere bijproducten. Beeswax, honey drops. Eigenlijk allemaal bij shit. Oké. Onze automatische bijen ding is nog steeds door aan het gaan. Je ziet hier al 13 tropical drones, tropical queen. Dit ding gaat gewoon lekker zijn gangetje. En dan hebben we hier 3 Silky Combs. En ik word weer gepotioned. Nice. Oké, en die Silky Combs doe je gewoon hier in de centrifuge. Vervolgens krijg je Silky Propolis. Vervolgens doe je Silky Propolis er opnieuw in. En dan krijg je een Silk Wisp. Zo. En die Silk Wisp, die heb ik eventjes opgespaard. Op deze manier, een één dingetje hebben we genoeg. En die gaan we nu eventjes in de carpet gooien. Want we gaan namelijk gewoon deze Miner's Backpack upgraden, zodat we meer slots hebben. Op dit moment heeft hij 15 slots. Als we hem hebben geüpgraded, maar liefst 45 slots. Dus 3 keer zoveel. Echt gewoon fucking beast. Holy shit, die scrap gaat hard. Wat ging ik ook weer doen? Ah, ik ging even naar de carpet toe. De carpet, die is hier. Zo, dit kan er even uit. En dan, zo. En dan moeten we nog eventjes water erin hebben. Dus dat gaan we eventjes doen. Eventjes wat buckets maken. Zo, we hebben wat water. Die gooien we in de carpet. Want voor het recept hebben we wat water nodig. Zo, hier water in, hier water in. Zo, en dan zie je eigenlijk al die woven silk gaat produceren. We hebben denk ik nog wat meer buckets of water nodig. Maar dat komt wel goed. Even kijken, want we hebben er in totaal 7 nodig. Ik ga alvast wat water halen, want ik weet gewoon dat ik nog water moet hebben. Zo. Hier hebben we wel genoeg aan, denk ik zo. Dan zal die ondertussen wel klaar zijn, ja. Woven silk, mooi. Dan halen we dit er even uit. Doen we vervolgens de woven silk er op deze manier in. Zo. En dan combineren we dit met onze oude miner's backpack en een diamond. Zo. Doen we hier de diamond. En dan kunnen we deze backpack maken. We hebben alleen nog wat meer water nodig. Zo. Nu gaat hij maken. Dit kan even een half minuutje duren of zo. Zo, en de Woven's Miner's Backpack is binnen. Holy shit jongens, 45 slots erbij. Dit is zwaar epic. Als ik nu ga minen, van zolang zelfs leven ga ik die inventory niet vol krijgen. Echt een prachtig dingetje. Oké, we gaan naar episode afsluiten. Ondertussen ga ik eventjes naar onze grote vriend Steve om te kijken hoe ver die eigenlijk is. Want hij is nog steeds een bomen kappen. Hij gaat non-stop door dat ding. Staat hij nou vast? Nee, hij staat niet vast. Ik dacht even dat hij vast stond. En holy fuck jongens. Maar liefst 3, 4, 5, 6 stacks met saplings. Die we gewoon nog eventjes voor de quarry kunnen gaan gebruiken. En ja, ik wil niet eens aan gaan wagen hoeveel oakwood we hebben. En ook 2 stacks met appels, 2,5 stack. Holy shit Steve, je bent een beast. Oké, ik bedank jullie voor het kijken naar deze episode van Feed the Beast. Als je een idee hebt, laat het in de comments achter. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij meer Feed the Beast met megabomen. Peace jongens.